ik ben een sympathisant van de groep Wij Zijn Hier. Mm-hmm. Ik vind dat deze mensen die nu hier in zitten, de moedigste activisten zijn die ik ken. Of vind in ieder geval echt een heel vernieuwende politiek en een groep die echt heel moedig bezig zijn. En een heel heldere boodschap hebben naar Nederland. Dat we ons allemaal kapot zouden moeten schamen over het vreemdelingenbeleid wat hier nu heerst. En our campaign is and for one year and something now we've been campaigning. We started in Oslo, we sleep in tent and camps. And then we got this big charge, we stay there. Now, and then we got a flat and we stay there. And yeah, we program and we go on the street, we demonstrate. We go to the parliaments, we demonstrate, we go to the city hall, we demonstrate. And yeah, and this is how we know how to do. So in order for us to do that, we need to have a shelter, you know, a place to sleep so that we can continue doing our demonstration. My name is Osman. I've been living with this group for one year and something. And yeah, we've been through struggle, we survived and many places. And yeah, and for the last 2 days it was not easy, and yeah, when we were the house we had, it was and the contract was finished, and we are on the street, and we hope we got a place to stay at the OTE 301 for one night, and then we got a place at the church in East for one night, and yeah, today with the help of the people here, they call us and they say they have a place for us to stay, and yeah, we are. Very thankful to them. Hier is een pand gevraagd. En dat is vervolgens als noodopvang aan de vluchtelingen van Wij Zijn Hier overgedragen. En ik zeg noodopvang omdat ja, het is een kantoorpand. Het is niet geschikt om comfortabel in te leven. Maar het is een soort van wanhoopsdaad, zeg maar. Want deze mensen zijn al heel lang bezig. Ze worden niet geholpen door de gemeente. Ze worden niet meer geholpen door de landelijke overheid. En niet geholpen door de organisaties die het eigenlijk zouden moeten doen. Dus het is nu een soort van noodopvang hier. En we hopen dus heel erg dat er mensen zich uitgenodigd voelen om deze mensen te komen helpen. We needed a place to stay because we are human beings and we don't have a place to stay. And it's going to get cold. And yeah, we want a place to stay to continue with our demonstration and to fight for our rights. Our demonstration is for the refugees who are being denied here to stay in the Netherlands. And their case is still going on, and they cannot go back to their country, and here they cannot stay, and they don't have any place to be. So yeah, we want to change the asylum policy in this country. We want an asylum policy to become more human, and to have many rights, and because this is human beings' life we are talking about. And I believe in anywhere in this world, any human being is not supposed to sleep in the street. It's not supposed to don't have any kind of food, nothing. We have the right to stay here and we have the right to be in the society. We have the right to go to school. We have the right to do all those things human beings do. I just want to tell the people that we are not criminals. We are not bad people. We are just human beings who come from countries of war. And we are guests in your country and we want you to support us, to bring us food, to bring us everything that we need. We don't have anything at this moment. We just want you guys to come and talk to us and help us and hear our stories and it helps. You know, when some people and citizens, they come, they talk to us, they ask us how we are doing, they hear our stories. And that is more important what we want. We want our stories to matter. We want to share our stories with the world. And just don't think that these people are bad people, but the situation we are living is not good. So we want you guys, the citizens, to come in and talk to us and get to know us. And as long as they come and talk to us and get to know us, our stories will change their life. Ik wil niet medeplichtig gemaakt worden aan een beleid wat mensen zo behandelt. En het voelt alsof ik medeplichtig ben of zo. Weet je wel? Als je gewoon gebruik maakt van ziektekostenverzekering of als je over straat loopt en mensen weten niet hoe moeilijk het is, het leven als een migrant, als een illegaal hier. Dat het niet zo makkelijk is om te bewegen. Dat het niet zo makkelijk is om gewoon simpel te functioneren in Nederland. En ik voel mij enigszins medeplichtig daaraan. Ja, het zijn, als de overheid niet verandert, zullen wij het moeten doen. En ik denk dat dit hier zijn en hier mensen steunen, dat een manier is om ze een beetje te helpen. Ze kunnen kijken op de website wijzijnhier.org. Maar eten en donaties van wat voor soort aard dan ook zijn zeker welkom. Dus kom helpen.